Dat is wel zo, ja. Dus zou ik Jutta mogen zijn? Ja, is goed. Dankjewel. Maar we hebben weer die skin gehaald en we gaan het weer niet redden, hè? Ik ga het niet meer doen. Nee, ik heb hem ook niet gehaald. We En hebben nog deze is 3 dus dagen. gegaan. Nee. Ja. En ik ga morgen alweer weg. Ja, dus het is alweer verpest. Oké. Hallo jongens, zijn we al bij? Ja. Oké, ik ga kijken. La la la. Het is ook, we hadden 207 abonnees en nu hebben we 205. Je kan meteen zien Ja, wie het weg tuurlijk. hebben gehaald. Zit al gereed, hoe met z'n tweeën? Maar wat gaan we hun, wat zijn hun bijnamen dan? Wij zijn Jutta en Klaas. Ja. Ik weet Bella het en niet. het Biest. Godverdomme. Erika heeft gekookt, zei ze net. Nou. Smakelijk eten, jongens. Oh, kijk, hij gaat met zijn muis naar de. Ja, eigenlijk moet iemand het even zeggen. Maar Oh. alleen om Kristal, hè? Ja. Ja, het is toch gewoon dat ik dat berichtje kreeg. Ze ging me gewoon uit het niets een berichtje, helemaal leuk en zo. En een uur later was ik geblokt. Dat is zo raar. Ja, het is gewoon ziek. Alleen omdat ik ook een perfecte band heb met Crystal. Lekker hoor. Ik vind dat blokken toch zo poesie stevig, Ja. jongen. Nou, ik heb het ook van Snap weggehaald. Maar dat laat ik nu gewoon. Ik ga dat niet meer toevoegen hoor. Nee. Kijk, als ik iets blok, dan blijft het gewoon voor altijd op de blok. Ja. Ja, op Snapchat helemaal hoor, dat het niet meer Ja. gewoon laat. Hoezo heeft ze Snapchat? Ik vind dat zo Ja, raar. misschien Ze om zat bepaalde gewoon. foto's te sturen waar ze goed in zijn. Ja, ze zat gewoon aan de vape. Hey, hoe kan dat nou? Jezus. Denk ik land voor hem, maar heb geen wapen. Heb hij wel een wapen? Wat is hier nou? Hij is weg. Oh. Maar die kan er wat van hoor. Ah. McCrown. Nou, Jongens, ik was een McCrown. goed begin. Maar hebben hun die abonnee erbij gedaan dan? Weggehaald. Oh, weggehaald. Ja, waar is 207? Kan Maar ook ben gewoon jij niet nog normaal mod? eten. Nee. Oh. Die geluiden ook constant. Daar word ik helemaal gek van. Ik ook. Heeft iemand. We moeten even laten weten dat we er zijn. Het geluid is uit in ieder geval. Ja. Ik denk dat allemaal accounts geblokt zijn. Ja, die voor mij ook even Want dan dacht helemaal. ik, dan doe ik even daarin van Jutta en Klaas en live.
seriemoordenaar, jongen. Wie die Lucas, hè? Hij kreeg een afstandsbediening aan zijn hoofd. Maar hard ook, hè? Niet normaal. Of een klap ook op zijn achterhoofd? Ja, die klap. Twee klappen. Pak, pak. Die Daniel, die rent ook weg. Ja, ik kan hem wel plaatsen, maar dat denk ik ja. Ik vind het zielig ergens. Ja, ik ook, maar alleen voor hem. Hé, hey, ja. Hij is een opstoker, hè, die Daniel, of die Lucas. Niet normaal. Die Lucas helemaal. Die klap! Die kan ik wel 100 keer terugkijken. Wat een klap. Echt een klap op het achterhoofd. Wel echt een platte klap, hè. Hoppa! Hij was wel goed, die klap. Ja, jongen. Oh. Ik denk al dat ik weet wat er is gebeurd misschien. Wat dan? Waarom die lijf... Ik hoor, dankjewel Noah. Die is gewoon mol, denk ik. Noah, hè? Ja. Of is het Miranda? Miranda! Ik kreeg meteen karma, maar mijn wifi die was weer even... Doe nou niet! Miranda... Zag je die salade? Wat? Die salade van een paar dagen geleden. Ik heb dat niet eens gekeken, weet je dat? Volgens mij twee potten mayo of zo. Hou op hoor. Gember is niet pittig. Die weet niet eens wat gember is ook. Wie zegt dat? Erika? Ja. Nou, het brandt aardig in de keel. Ja, het is aardig scherp. Ik had een traanoog, joh. Maar ik vind het lekker. Ja, ik ook. Heerlijk. Heerlijk. Maar wel die, die roze, niet ja, die is van de sushi. Ja. De gele is voor lekker voor in de thee. Ja, ik maak gember shots. Oh, dat is ook lekker. Heer. Oh, het is te pittig. Ja? Is het te pittig? Voor Daniel is het te pittig. Lekker! Gaan we ook nieuwe kopen. Hallo Lottie! Lottie! Het is niet tevreden. Maar is Lottie daar ook nog geblokt? Ja, dat denk ik wel. Wat een pleurismogol. Maar de band die ik en Christel hebben... Ja, dat is niet normaal. Onbeschrijfelijk. Niet te breken. Nee, dat is echt niet te breken. Maar ze heeft het ook met niemand anders, hè? Nee, alleen met jou. Ja, we zijn wel bijgekomen van de beschuldigingen. We hebben contact met politie aangifte gedaan. Ze zijn al je bek. Nee. Welke tering mogen ze daar zo keihard op te slaan? Dat is pech. Geen eten vandaag. Nee, die hebben echt geen eten vandaag. Kan ook niet meer met de mond dicht eten. Wie, omdat het zo heet is? Nee, ze kan het gewoon niet. Geen manieren geleerd. Van Miranda. Oh, Lotte heeft ook aangifte gedaan. Dat is zij, dat is die Noah. Ja, maar wie is zij? Wat? Is zij een neef, nicht? Nee, dat was toch... Die vader van haar ging met Noah of met Miranda. Maar nu is het Noah geworden.
Dus het was eigenlijk haar stiefmoeder. Maar nu de Ik snap het gewoon niet. stiefvader. Maar ook weer niet de stiefvader, want het is uit. Want dan zou die nu homo zijn. Het is me allemaal wat ingewikkeld. Oh, ze kunnen niet aan. Eén stukje gember. Nee, echt niet. Ik denk het echt niet. Ah, dat is zielig. Nee, hij eet het niet. Gember niet aan. Niet tevreden. Die eet het niet. Die Daniel. Lucas. Daniel. Nou, ze vinden het moeilijk. Ah. Die handelen dat gewoon niet. Nee. Het is gewoon te pikant voor ze. Ja, dat kind te honger, wat hij helemaal wil. Ik ben even gefocust. Ja. Ik moet de kisten openen, maar... Nou, we gaan het hele seizoen halen. Nee, weer niet. Nou, ik ga het ook niet meer doen hoor, dit tyfus ding. Elke keer. Janken. Ja. Dan spelen we en dan gaan we het weer allemaal halen. En dan de laatste dagen is er weer stress. Nou, dat is kut. Treurig van. Haha, lul. Nou, die... Ja, ik weet... Ja, dat was die TikTok. Oh. Maar moet die geplaatst worden? Aan de ene kant denk ik dat het echt een hit wordt. Maar aan de ene kant, ja. Onze kijkers waren niet meer, onze views waren niet meer zo goed. Over wat heb je nou? Over die TikTok met die klap. Oh. Met Lucas. Ik vind het alleen zielig voor dat andere kind. Niet zo erg. Ze zijn allemaal erg. Amy is ja. ook erg. Ja, die is helemaal... die heeft helemaal geen ruggengraat. Nee, want dat is echt een slang. Ze zo de rust uitstraalt. Nee. Maar zij is de minst rustige, denk ik. Valse. Want ze maakte net weer een opmerking naar Daniel. Van dat hij naar een thuis moet voor kinderen of zo. Niet! Ja, echt, ik zweer het. En dan denk ik, soms was dat maar zo voor die jongen. Ja, echt? Nee, dat kan echt niet. Vorige keer ook maak ik zo'n kut op mee. Ik weet niet meer wat het was. Als je vader je nog wil. Ja. Dat kan je echt niet zeggen. Nee, helemaal niet als je lijf bent. Nee. Het is de beste TikTok al, jeetje Lotte. Ja, maar kijk, ze houden hun kop ook niet erover. Dus dan gaat het weer de hele dag door. Ze doet een post erover. Godverdomme! Nee! Oh, sorry. Heb jij nog een keer? Ja, hier zijn nog kisten. Nee, maar inderdaad, ze houdt de mond er ook niet over. Nee. Want dan gaat ze weer de Insta-post doen, toch? En dan weer drie testen. We pesten niet. Dat zullen we even gaan pesten? Meteen la la la. Met Lotte. Jan en Klaas. Nou, misschien moet hij een beetje ingekort worden. Want... Die TikTok is best wel lang en dan haken denk ik mensen af, maar... Maar ik weet het niet. Of ik hem moet plaatsen. Hé, maar ze hebben weer het geluid uitgezet, hè? Ja. Maar gaat het dan over ons? Ik weet het niet. Iemand moet even zeggen dat we live zijn. Dat vinden ze toch zo leuk dat ze mee kunnen kijken. Vorige keer, het was zo gezellig, hè? Ja, ja. Helemaal uit de hand. Waar
ze wonen ook allemaal bij elkaar. Het is toch vreselijk, elke dag ook. Zelfs dat jij, ik en Lotte de hele dag bij elkaar zijn. En elke avond samen. Ja. Nou, dan word je gek. Ja. Maar heeft zij ook niet gewoon de huissleutel van Amy? Nou, ik weet het niet. Dat ze gewoon naar binnen stapt. Is nou iemand hier? Ja, er is iemand hier. Ja, maar hoe heb ik niemand geraakt, man? Ik heb mijn neus verbrand, jongen. Ze is helemaal rood. Oh, jij bent hier helemaal niet. Nee, je loopt ook weg. Zit weer met twee man te vechten hier. Ik heb ze allebei bijna dood. Ja, één dood. Zo, op dieven. Ik heb ze. Er komt nog een... Oh, tering. Lekker. Leg je slurpies ook? Ik heb laatst weer kipnuggets gegeten. Oh, ja. Ze zijn niet meer hetzelfde. Nee, wat had ik nou laatst? Ik had ook weer. Wat had ik nou? Ik weet het niet eens meer. Oh ja. Nee, de laatste keer. Ik vond die kip. Big Mac echt lekker. Toen nam ik hem weer ook echt niet lekker. Nee, het verandert allemaal. Ja. Maar die limonade, die is ja, maar mijn keel die gaat helemaal opzetten ervan. Ja, maar... Ja, is goed, ja, Lotte. Misschien is wel wat hebben. aardappel met barbecue saus. Lekker. Yo. Oh, maar Lotte, ze kunnen niet meer. Is Lotte geen mol? Lotte is de grootste mol die er is. Wat ze zegt, zal ik het even zeggen. Maar je bent toch ook geblokkeerd, Lotte? Ja, maar dan komt ze wel even met een ander accountje. Is zij niet een mol? Grote mol. Nou, ik betwijfel het, hoor. Straks is ze echt een mol? Ja, kan wel. Normaal was het bord al binnen 3 seconden op, maar nou... Nee, het bevalt ze niet. Nee. Hé, hey, Hiro. Het volgende seizoen is sowieso weer kut. Ze moeten gewoon weer een keer... seizoen 1 doen. Ja. Dat was niet. Nee, het is echt... Er is ook geen ander game. Nee. We hebben ook echt een periode gehad dat we elke dag een soort hebben. Ja, dat was niet normaal. Zo, ik heb iemand nog. Lekker. Ik ga naar Stoer. Hé, hey, er landt iemand op me. Hoe kan dat nou weer? Tyfus hard geraakt. Ja, ik had hier iemand nog, maar... Hey, deze kan je echt zo doodmaken. Ja, ik heb hier ook. Hey, er zijn veel mensen hier. Tering. Is hij hier? Oh. Hey, hij is hier. Ik kom eraan. Hij is bijna dood. Wat
Kut. Ja, hé. Hey. Kijk even, 3 kijkers. Ja, ja. Oh, ze kan niks typen daar. Ja, ik ben ook op alles. Ik moet een nieuwe hebben. Nieuwe ja, account. Ik heb zo'n tering voor elkaar. Ik heb een slurpie. Dankjewel. Oh, je dacht ook een slurpie. Ja, ik kan wel een nieuwe account maken weer, maar... Hoeveel accounts heb jij? Ja, echt 100 of zo. We gaan hem binnen. Ik voel het. Ik voel het ook. Wat een kut toy dit. Kut, oh. Wifi gaat ook weer mis. Oh, wat doe jij iets irritants, zeg? Nee! Dit is echt vreselijk, dit spel. Vind je? Ja. Maar je hebt ook echt je eigen wil. Je loopt ook echt over. Ja, maar weet je, ik heb er ook geen geduld meer voor. Ik wil gewoon meteen iedereen doodmaken. Ik heb iemand ingehuurd. Sorry, wat zei je? Ik heb iemand ingehuurd. We zijn nu met z'n drieën. Waarom gaat dit ding niet? Oh. Oh ja, er zit hier iemand. Maar Klaas? Ja. Had je nou niet meer kijkers verwacht? Ja, ik wel. Het is gewoon allemaal dood. Dan zou ik zeggen, we gaan weg en dan komt iedereen. Ja, hij staat. Ja! Lekker. Maar het is ook niet meer moeilijk, weet je? We zijn gewoon te goed. Nee, het is, we zijn te goed. Er is niks aan. Jutta. Oh, komt ze er ook bij? Jutta en Klaas. Er is nog maar eentje. Net waren er nog 10. Kut. Oh. Lotte moet weg. Hey, zij wordt geen manager meer. Oh, ze is wel zo terug. Nou, jee. Nou, wat een wedstrijd, zeg. Nou, vroeger waren we ook echt blij met de winst. Ja, nu niet meer. Kijk nu hoe niet meer. Hoe kunnen hun in 1 keer 8 kijkers hebben? Ik snap er niks van. Juri vraagt, wat heb ik gemist met Jutta en Klaas? Nou, we worden blijkbaar zo genoemd in andere livestreams.
Als geheime namen. Oké, okay, zal ik een account aanmaken en dan sturen we ze. Ja, is goed. We zijn, let op, ze gaan Jutta en Klaas. Maar als ze dan bij ons komen, dan weten ze. Dan is het ook echt zo dat we zo genoemd worden. En ze kunnen niet aan, ze kunnen niet aan. Maar zusje, weet je hoe diefst voor accounts ik hoor? Ik ook. Het is echt niet normaal. Ze kunnen niet aan, het is te pittig. Eén stukje gember. Ja. Nee, is het echt te pittig? Ja, ze kunnen niet aan. Nee, wat doe ik nou? Oh, hier, oh sorry. Hoe verwijder ik accounts? Ja, weet ik. Ik heb kaas, ik heb Arnold. Ik heb ook heel veel. Ja, die Arnold. Oh, jezus. Oké, ik maak er nog één. Ja. Dan vind ik het echt... Hoe moet ik... Klaas? Ja. Jutta en Klaas. Ja, maar ik ben... Ja. Hij zegt het! Nee, niet! Ja! Nee, je hoeft het niet eens te maken! We worden gewoon gestalkt! Jawel, hè? Die oude stiekemert! Wat zegt hij dan? Ze zijn live. Hey, het gaat aan, het gaat... Oh, het geluid wordt daar nu aangezet. Ze gaan ons nu kijken. Hallo, twee sukkels! Hoe weet je Yuri dat, jongen? Is... Ja, ik hoor het net! Yuri zegt, ah, dan weet ik wel wie dat zijn. Maar, hoe ben je... Nou, voordat je dat account al maakte. Nou, ik zet hem even op, ik wil het horen. We hebben gewoon stalkers. Ja, het geluid is uit. We hebben stalkers. Stalkers. Oh, ze zijn live. Maar het... Ze zijn... Maar ja, ik snap zulke mensen echt niet. Hé, hey, maar de band die ik met Kut! Sunshine, niet normaal. Die is ongelooflijk. Niemand heeft het. Kom maar aan. Nee, de kroon! Oh, ik heb hier een... Ik zal er zo even appen. Hey! Ja, we kunnen niet doodgaan, Jutta. Lekker voor je, lekker voor je. Lekker voor je. Wat ze doen. Kijk, en meteen je kroon hebben opgepakt, hè? Je oude gier. Oh, kijk hem genieten als ik doodga. Kijk hem genieten. Niet de eerste keer dat je voor dood bent, Nee, dat is waar. Dat ze je dood wilde hebben. Lucas, steek eens een duimpje op. Kut! Zo. Maar ja, de aangiften zijn gedaan, dus... Nee. Lucas, duimpje omhoog. Erika, oké, ik heb een vraag. Doe eens de duim omhoog als je weer vrede wil en gewoon weer was. Gewoon weer, ja, hoe zeg je dat? Hoe het vroeger was. Dat er gewoon weer vrede is. Die Anne Frank kop ook. Oh. Ja, dankjewel, mooi voor op de foto. Maar je moet dit... Ik wist dat ze dat ging doen ook, daarom zei maar, ik het. Maar dit is toch mooi. Eigenlijk moet van deze moet wel een ding komen, hoor. Dat is toch prachtig. Ik wist dat ze dat ging doen, daarom zeg ik het ook. Want die middelvinger is zo voorspelbaar. Maar hoe gaat het met Christel? Ja, wel goed. We hebben wel goed contact laatste tijd. Ja. Nou, mooi. Ik mag een keer langskomen. Gezellig.
Ja, dat... Wait, Lotte, had je dat berichtje gezien? Wie Lotte had gekregen van Crystal? Ja, ik had het gezien. Heftig. Ja. Maar ja, als zij dat zo voelt, dan voelt ze dat zo. Ja. Maar ja, ze heeft mij wel gewoon een bericht gestuurd. Dat ze wel anders naar mij kijkt. Heb jij ook foto's naar Crystal gestuurd? Ik heb geen foto's naar Crystal gestuurd. Nee, maar die zal het nooit vragen. Oh. Nee, die zal het nooit vragen. Maar weet je wat ook grappig is? Dat helemaal stuk gaan, maar diep van binnen. Ja. Pijn. Maar kijk, weet je wat is? Gekke foto's, dat vraagt zij niet. Nee. Maar wel gewoon foto's van waar gezellig. Ik nu ben. Ja. Soort, ja, gewoon gezellig. Ik ben nog... Ja, ik ook, Yuri. Ik heb bepaalde dingen in de chat gezien. Die iemand had gestuurd. Nou, daar heb ik nog steeds trauma's van. Er wilt iemand meedoen. Wie dan? Darien. Ken je diegene? Nee. Gadverdamme, ik zag één beest op die camera. Er is iemand hier. Ja, Noah zegt ook gewoon van... We moeten gewoon met hun lijf bezig zijn. Nee, maar dat kunnen ze niet. Dat is het hele probleem al jarenlang. Ik wil gewoon vrede. Ik heb geen zin in ruzie meer. Dit is klaar. Nee, maar weet je wat irritant is? Dat ze aandacht gaan zoeken en de hele tijd onze namen gaan gebruiken. Dat was niet eens wat, hè? Ga gewoon door met je eigen leven. Waarom vind je ons leven zo geweldig dat je constant live moet gaan en onze namen moet gaan noemen? De hele dag door. Zoals gisteren was het klaar, maar zij gaat zelf weer iets op Insta zetten. En dan weer aandacht vragen. Waarom? Constant. Nee, vandaag niet, Darien. Constant. Ja. Als er vrede is, is er ook gewoon niks aan de hand. Maar ze wordt zo snel boos. En dan Lucas die aan het opstoken is. Amy die zegt dat er niks aan de hand is, zoals ze koken van binnen de hele dag. Ja, dat snap ik wel als je daar bent. Hé, hey, dit is zo net, dit. Maar ja, weet je, als we door blijven gaan, dan gaan ze wel zien. Ja, ze moeten gewoon ophouden. Oh. Oh, Nee. Het is zo warm hier. Het is ook echt tering warm. Ja. Maar ja, weet je, als je toch luistert, zet dan ook gewoon het geluid aan. Ga niet zo stiekem doen. Want ze zet alleen het geluid uit, omdat ze onaardig over ons praten. Ja, tuurlijk. De grootste pesters, die zitten daar. Terwijl ik zeg duimpje op, hè? En dan middelvinger. Ja. Zo. Elke die vliegt, zag je die vliegen? Oké, maar Erika, ik ben serieus. Steek gewoon een duim op als je wil dat er vrede komt. Niks aan de hand. Jezus, ik ben niet eens geland en ik ben alweer dood. En een duim naar beneden is niet.
Ik zie gewoon aan die kop van Lucas dat hij aan het opstoken is. Ja, tuurlijk. Dat doet hij constant. Als er iemand sensatie wil, is hij het wel. Doe dan een duim omhoog als je wilt dat het goed komt en een duim naar beneden als je het niet wilt. Ja hoor, er is weer een bot hier. Tering slecht. Maar je kan ook niet met hun... Snap je, je kan niet met hun praten erover. Kan niet. En dat is wel jammer, want er is niks aan de hand. Nee, maar hou dan gewoon je bek. Zoek niet constant die sensatie in je streams. Sunshine, hoe kan dat? Wat? Nee. Ja, maar... Kijk, ook iemand bij hun in de chat die zegt nou gezellig zo. Ja. Omdat ze dat geluid uitzetten. Ja, ik ook. Ik heb het ook zo heet. Wat is er? Kijk, je moet het terug. Wacht. Zag je het niet? Nee. Ik zag die kop. Nee, maar heb jou toch, jongen. Je doet het gewoon. Nee, maar ik dacht het echt. Wat dan? Dat aan het filmen was. Ja, is ook zo, toch? Nee, kijk, kijk, je moet kijken. Je moet een klein beetje terugspoelen. Zie je die kop? Ja! Hé, hey, maar ze is online, hè? Ja. Moeten we er even in de party? Ja, anders moeten we dat even doen. Oh nee, ze is niet online. Oh, kut.
Ze was wel online of ze heeft ons Kut zo, ja, ze was net wel. Ja, oh, ze is weg, ja. Het is ook zo stil in één keer, ik weet niet. Oh, die mogol. Ik zie opeens dat hoofd daar. Ik zag het niet eens, net toen ik het terugspoelde. Het ging heel snel, ja. Maar ja, wij hebben geen problemen met haar, toch? Nee. Of hadden wij... Nee, toch? Nee, nee. Sabine was altijd de moeder van de groep. Ja, die lost alles op. Hallo, oh. Jij, wacht, kijken, Yuri. Nee, je was er net wel, maar nu niet meer. Ze hebben natuurlijk gezien dat jij bij ons zat. Hallo. Want net zag ik je gewoon. Hebben ze Yuri eraf gehaald? Ja. Ik denk het wel, want ik zag hem net wel. Maar dat ook, hij doet toch niks en dan wordt hij weer eraf gegooid. Ja, maar dat had ik gisteren ook. Het slaat nergens op. Nu moet je wel. Nu moet je wat wel. Denk ik. Eentje nog? Oh, er is er nog één. Lekker. Kapot. Ja, volgens mij was het net zo ver hoor. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. 100%. Godverdamme, kijk hoe die hele buik. Je moet zeggen hè, als het weer gebeurt. Ja. Maar wat is ze aan het doen? Dat weet ik niet.
8 mensen kijken. Bij hun? Ja, bij ons. Ik durf niet eens meer wat te zeggen. Hoe kan je ook zo'n formaat krijgen? Nou! Ja, dat vraagt me echt af. Wat is dit? Is het in één keer echt stil? Ja. Ja, maar als ik die dingen op dat scherm gericht zie, dan... Ja. Maar gebeurt het weer? Nee. Hé, hey, maar dat is irritant, man. Nou, de vorige keer was het ook. Nee. Ja, geheime vergadering. Zegt Yuri. Ja, ik denk het ook. Maar ja, weet je, iedereen weet dat ze naar onze stream kijken en dat ze dingen zeggen. Maar zet er gewoon het geluid aan. Ja, maar dat zijn de grootste pesters, echt. Ja, tuurlijk. We pesten elkaar onderling ook. Ja. Als iemand je uitscheldt voor de hoer van de buurt, dan ga je daar toch niet meer, die laat je toch niet meer komen dan? Nee, natuurlijk niet. Zit hij in die bosjes? Oh ja, zie je. Zet gewoon het geluid aan. Ik vind het zo irritant. Ja, omdat ze weten dat ze slecht bezig zijn. Wij hebben Sabine ook lang niet gesproken. Hoor. Nee. Ja, het is echt achterbaks, dat zegt Yuri ook. Ze weten dat ze slecht zijn. Ze weten dat ze dat juist hun de echte pesten zijn. Want die praten de hele dag slecht over ons. Ja, de hele stream van die Lucas gisteren vandaag gaat over ons. Alleen maar slecht. Terwijl gisteren was er niet wat aan de hand ook, hè? Nee, maar ze kunnen niet eens uitleggen wat er precies is. We zijn bijna dood. Ze zit gewoon zo in de eigen wereld met Crystal. En daar komt niet doorheen. En als je nog andere mensen om je heen hebt die dat ook hebben. Ja, dan hebben ze gewoon een eigen gemaakte wereld. Nou, dit zijn echt bots volgens mij. Ja, ik denk het ook hoor. Maar ik zit hier eerst naar te kijken naar hem, maar hebben hun nog steeds het geluid uit? Ja. Waar is een butta?
ook zoiets. Dan zit ik al in de chat net en dan gaan ze bijnaam verzinnen waar ik bij sta. Ja. Dat is ook zoiets. Gisteren ook, toen zei je wat? Toen zei hij, wat je zegt ben je zelf. Nou. Ja, dan... jongen. Wat zei ik nou dan? Klojo. Ja. Dat gebruikten wij vroeger niet eens, dat toen we 3 waren. Hey man, hij loopt achter. Oh, ja. La la la. Maar wat als wij daar zijn? Wat gaat hij doen dan? Want hij is wel bodyguard, hè? Dat weet ik niet. Maar stel je voor, het is ook te goed tussen ons. Ik zou daar nooit meer naartoe gaan met alles wat er is gebeurd. Nee, ik ben geen... Ik denk dat we zoveel woede in zich hebben. Denk je niet? Ja, ik weet het wel zeker. Maar het is al... Echt al weken zijn ze op zoek naar elk klein dingetje om boos op te worden. Want ze reageren op zoveel dingen zo boos. Oh, er is storing hier. Kut wifi. Nou, het kan zijn dat hij er straks uitflikkert. Want niemand heeft wifi hier. Waarom gaat het de hele tijd op en neer, die... Nou ja. Misschien moeten we in het Engels praten. Verstaan ze niet. Ik ook niet, jongen. Dat is ook een missie, heb ik. Met vuur. Ja, maar ik denk niet eens dat ik hun zou willen zien in het echt. Omdat ze zijn zo boos op ons. Nee, maar zou je daar naar binnen willen? Ik zou dat niet meer durven naar alles wat er gebeurt. Jawel? Nee. Ze zijn zulke pesters. Die hun, hè? Ja. Eerst gaat ze nog lief sturen. Eerst gaat ze nog lief sturen. En een uur later gaat ze opeens haten. Nou, wie is hier de pester? Ja, ze is gewoon egoïstisch. Ook met die taart. Dat is ook met dit. Dat kon echt niet. Oh ja, Lele. Hij is eruit. Ja, ze zwaaide net lachend. Ja, nu gaan ze genieten van de stream hier. Die mensen zijn gewoon doodeng. Ja, eigenlijk echt, hè? Ze zijn gewoon dood. Want je weet ook niet tot wat ze in staat zijn ook. Nee. Als je zo ziek in je hoofd bent met Crystal en dat soort dingen... Ja, dan kan je wel heel veel doen. Ja, 9 kijkers. Bij ons. Ja. Het enige kutte is dat we nu niet weten wat ze doen. Nee, maar ze zitten sowieso te haten, want dat doen ze altijd. Ze zijn echt pesters. Ja, dat wel. Ik kan zo een hele compilatie maken. 10 kijkers. Nou, wie zullen dat zijn? Als ik wil, maak ik een hele compilatie nu van 10 minuten. Hallo Lotte. Van wat ze allemaal tegen ons hebben gezegd. Enige waar ze... Wat er is gezegd is dat Crystal niet haar echte moeder is. Nou, wat is daar gelogen aan? Niks? Of heb Crystal een kind gehad toen ze 1 was? Ja. Oh, zorgmoeder. Ja, maar noem je zorgmoeder mama? Nou. Jongen, ik weet het ook allemaal niet. Maar weet je... Nee, maar hun... Nee.
Lottie, als ze in de chat zitten, laat ze maar gewoon even praten, hoor. Ze durven niet eens dat geluid aan in die stream. Laat staan dat ze wat gaan zeggen hier. Nee. Het is alleen maar... Maar weet je wat ook zo is? Wat hun ook doen? Zelf zitten ze ons de hele dag af te zeiken, maar als wij één ding zeggen... Ja, dan gaan ze het meteen wild. Ja. Juris zegt, haar pa komt wel eens over de vloer. Die moeten we eens aan de tand voelen. Ze zei eergisteren of gisteren of zo dat de vader het ook niet oké vond. Ja. Oh, serieus? Stel ongedierentje. Stuurt ze. Nou, ik weet niet wat ze typt, want dat is geen Nederlands. Serieus? Stel ongedierentje. Nou, ik zou eerst een les Nederlands nemen, want ik weet niet wat voor taal dit is. Maar weet je wat het is? De echte pesters zijn hier. In de chat. Want wij hebben niks hatelijks gezegd. Tenminste... Ik weet dat ik niks heb gezegd. We hebben nooit iemand uitgescholden. Je moet je mond houden, want je wordt opgenomen. Erika, doe normaal. Ja, neem maar lekker op. Maar ja, weet je wat het is? Wij worden dan weer opgegooid. Terwijl zij zelf is het ergste. Ja, maar we zitten hier gewoon een livestream te maken en ze komen erin. Ga dan gewoon een keer weg uit die livestream. Jullie zoeken het elke keer op. Heb je dat bericht van Christel nog eens goed gelezen? Zoek het gewoon niet op. Ga gewoon weg. De hele tijd zitten jullie te kijken. Wij weten dat jullie nepkanalen aanmaken en wij hebben geen haat totaal. Erika, je bent nu toch aan het haten? Je noemt toch ons ongedierte? Jij bent alleen maar aan het haten. Iedereen kan een nep-account aanmaken. Gisteren bericht ze me, ik ben niet boos op jou. Ik ben alleen boos op Bobby met allemaal hartjes en weet ik veel wat. Een uur later ben ik geblokt door iedereen. Daarna ben ik niet meer in de chat geweest. Kreeg ik van iedereen te horen dat ik nep-accounts aan het maken was. Terwijl ik gewoon niet eens mijn telefoon in mijn hand had. Dan word ik zomaar op Insta gegooid. Ik was niet eens online. Het is echt heel raar. Dus als er iemand hier aan het pesten is, dan ben jij dat. Want ik heb niks gezegd. Je hebt me gewoon uit het niets geblokt. Waarom? Afgelopen dag was ik niet eens thuis, man. Nee. Wat denk je? Ik heb die Lucas gaan, jongen. Game over. Echt zo'n gaytje. Kijk, weet je wat is? Erika mag praten, maar... Lucas, die geef ik even een tijd. Oh, ik heb het... jij hebt het gedaan, ik heb het net gedaan. Oh, wou jij het ook doen? Erika, je bent een hater, want jij... Ja, ik heb het al gedaan. Want jij zei tegen me, ik ben niet boos op je... en een uur later heb je me geblokkeerd... en zit je mij helemaal verrot te maken op je Insta. Dat is echt heel raar. Ik heb niks gedaan, je hebt het zelf nog gezegd. Ik heb er bewijs van. En daarna zit je me te haten op Insta... waar ik ook bewijs van heb, want ik krijg alles doorgestuurd. Dus je zit me gewoon vals te beschuldigen van dingen wat ik niet heb gedaan. Want je hebt me gewoon gezegd dat je niet boos op me was. Maar ik weet niet, misschien had je iemand anders voor je. Maar kijk, wij laten haar wel gewoon praten in de chat, hè. Maar andersom niet. Jij bent degene, wat heb ik gedaan dan? Zeg dan wat ik heb gedaan. Waarom app je me dan dat je niet boos op me bent? En een uur later blokkeer je me. Wat is dat dan? Je kan het niet eens uitleggen. Leg het nu uit. Die verhult alles naar jou. Ik heb het te sturen. Wie? Lotte is ook een... Kijk wat ze stuurt. Zie je het? Nee. Oh, wacht nu. Lotte is ook een kutje. Dus omdat mensen wat doorsturen naar mij... moet ik op Insta gegooid worden. Dat is echt heel raar. Maar als je dat nog een keer gaat doen, Erika. Wat is er? Waar ga je ze Nee. Doen? Ja, ik kan dit niet eens serieus nemen. Ben je er nog? Jullie doen alles wat God verboden heeft. Ja, maar wat heb ik gedaan dan? Je kan niet binnen een half uur... In dat uur dat jij bent gegaan van
Er is niks aan de hand. Naar mij blokkeren, naar mij belachelijk maken, naar allemaal dingen op Insta doen. In ja, dat dat uur, is iets gebeurd. In dat uur ben ik niet eens op mijn telefoon geweest. Dus ik weet niet waarom je dat allemaal hebt gedaan. Maar als er iemand een pester tegen mij is, dan ben jij het. Net als Amy. Want jullie waren allemaal Ik leuk. word Helemaal leuk aan het snappen en jullie blokkeren me overal. Dus dan, jij bent mij aan het pesten. Wat anderen tegen jou doen, dat interesseert me niet. Want daar ben ik niet van. Ja, maar rot dan op uit mijn chat, Erika. Ja, maar ze komt toch Erika? Constant in mijn chat? Ja, jongen. Of is dit weer een neppe, Erika? Dat is een neppe, hoor. Dit. Ja, dat denk ik. Want kijk die profielfoto. Zij had ja, dat nooit. Is een neppe. Zie je? Rot zei, hoe kan ik oprotten uit mijn eigen stream? Nou, dat vind ik knap. Bobby is een heksdag. Dit is een neppe kattenbende. Dit is een neppe... Nep. Weer neppe, hè? Het is gewoon een nep-account, dit. Want, kijk, weet je? Want anders kan ze wel zeggen waarom ze boos is. Ze is nep. Ze is nep. Ik heb het al gezien, want ze kan me niet uitleggen waarom ze boos op mij is. Die Erika 2016, dat is die echte. Dat is de echte. Ik wist het al de hele tijd. Hallo KVB. Hey Crystal. Oh, ik ben helemaal opgepopt. Ja, we moeten even lobby anders. Ja, even lobby, want ik moet even... Echt irritant, die nep-accounts. Ja, zal ik time-out geven, die neppen? Ja, ik denk dat het... Ja, sowieso nep. Die foto's nep. Ze kan me nog steeds niet uitleggen waarom zij boos op mij is. Het is gewoon nep. Zie je, ze zegt... En KVB is ook nep. Dat betekent... Dat zij ook nep is. Anders zeg je niet ook. Ze is nep. Ze heeft het gezegd. Ze heeft het verluld. Of hij of wie erachter zit. Omdat jullie mijn neef belachelijk hebben gemaakt. Hoezo? Ik heb Amy gewoon op snap. Ik was gewoon leuk met Amy aan het praten. Maar wat heb ik dan met Lucas gedaan? Wat heb ik met Lucas gedaan? Nee, oké, het is nep, want ze kan nog steeds geen antwoord geven. Nep. Misschien heb ik ook wel tegen de neppe Erika gepraat op Snap. Ja, dat denk ik wel. Dat was sowieso een neppe Erika op Snap. Want het kan niet dat zij hartjes en alles stuurt en dan... In een echte livestream gaat ze opeens boos op me doen. Dat kan niet. Dit is een neppe. Hele tijd een neppe. Hier, weer een neppe Lucas ook. Waar is Erika 2000, weet ik veel wat ze was. Die was de echte. Ik krijg nog steeds geen uitleg. Maar die Lucas, die kan helemaal niet uit. Hij kraakt weer je lijm. Sorry. Oh, nou niet meer. Oh, nou weer wel. Nu nog? Nee, nu niet meer. Nee, dat die Lucas echt de hele teringzooi opstookt. Ja.
Ja, is fake account, Lotte. Die snap was ook nep. Ik dacht het al. Met al die hartjes en zo. En daarna zo haat op mij op Insta. Ik wist dat het nep was. Alles is nep. Alles is gelogen. Al die hartjes en alles wat ik kreeg. Het is allemaal nep. Wie me ik echt heb vergist was Amy. Ja, dat denk ik ook wel. En ik vroeg er ook nog gewoon van, kijk, je kan gewoon mijn mod weghalen, dat interesseert me niet. Maar ik vroeg alleen van, waarom is hij weg? Dat was gewoon een vraag. Want ik was aan het praten met haar, een uur later kom ik terug en Helemaal foute boel. Mod weg. En toen ik het vroeg, was ik overal geblokkeerd. Nou, ik denk nog gekker, Lotte. Ja, ik deed ook heel nep ook. Wie? Winehouse. Ja, hè? Maar ja, ik weet wel met wat zij nu bezig is. Ja, ik ook. Ja, sowieso. Dat doet zij nu. Oh, kijk eens even. Tering, tering. Hond. Hij gaat meteen dat bericht intrekken ook weer. Of heb ik dat gedaan? Of heeft hij dat gedaan? Nee, ingetrokken. Ja, Lottie. Online gooien. Ik heb trouwens echt een leuke TikTok gemaakt. Jongen. Oh, pizza. Hallo? Ah, dat moet wel goed zijn. Hallo Sabine. Het zijn allemaal gestuurd ook om hier te zijn. Tuurlijk, die zijn allemaal gestuurd. Om af te luisteren. Sabine, ben jij online of niet? Harry! Ja, goed hoor, met jou Sabine. Nou ja, eigenlijk niet zo goed, want ik word te gepest op dit moment. Sabine, het gaat niet goed. Echt gepest. Nou, ik had gewoon goed contact met iedereen. En op een gegeven moment was ik geblokkeerd en gingen ze allemaal live. Ja, gingen ze allemaal live. En werd ik helemaal belachelijk gemaakt in de live. Op Insta en op YouTube. En ik weet niet wat ik heb gedaan. Gepest door wie? Door Erika, Amy en Lucas. Ik kan het je laten zien hoor, Sabine. Ze had gezegd van, ik ben alleen boos op Bobby, niet op jou. En toen hebben ze me overal geblokkeerd en werden mijn namen en zo in hun livestream gezet. Ik vind het echt heel erg. Ja, ze ging gewoon live en toen had ze gezet van Sunshine en Lotte zijn pesters en dit en dat, ging ze live. Ja, als je wil, want ik word er echt verdrietig van.
Is goed, Sabine. Dat is echt lang geleden. We hadden het net nog over je. Hallo. Ah, oh, kut zo, ja, hangt weer. Ja, we zeiden we hebben echt lang niet met Sabine gespeeld. En toen wouden we kijken of je online was, maar toen was je er niet. Ah, oh, kut zo, 1 seconde, hij is er weer uit. Ja. Jezus. Jezus, hij valt er weer uit. Hebben we bij de plakband? Ja? Druk met werk en een nieuw toetsenbord. Zo. Oh, daar is al. Wat is die snel, zeg. Ja, ja, daar is ze. Hallo, dames. De enige echte Sabine. Oh, oh, rustig. Hoe gaat het met Sabine? Het gaat hartstikke goed. Mooi, mooi. We zijn weer aan het daten na jaren. Ja? Ja. En, hoe gaat het? Ja, het wordt mijn derde date al, dus zo, het gaat goed. Dat gaat de goede kant op. Zeker. Ah, dat is leuk. Dus er is weer gezeik. Ja, het is echt heel erg. Ja, ik spreek Erika ook bijna niet, gewoon dat ik het ook gewoon net druk heb. Ja. Nou, het was echt heel raar. Ze appte me gisteren en ze zei van... ik ben alleen boos op Bobby. En toen werd ik opeens overal op geblokkeerd. En toen ging ze me helemaal belachelijk maken in die livestream. En zelfs een Insta-post met 3 pesters en weet ik veel wat. 3? Oh, Lotte natuurlijk. Ja. Maar wat heeft Lotte er eigenlijk mee te maken? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Het enige wat Bobby heeft gezegd is dat Christel niet haar echte moeder is. En voor de rest kan ze geen antwoord geven op waarom ze boos is op mij. Weet je hoe vaak Bobby dat wel niet heeft gezegd? Ja. Dus ik heb eigenlijk geen idee, maar... ik vind het wel erg. Dat snap ik wel. Jullie hadden eerst weer helemaal goed gemaakt en alles en dan krijg ja, je... maar als ik haar had uitgescholden of Lucas of Amy, dan had ik het begrepen. Maar ik heb helemaal niks gedaan. Je was er niet bij. Nee. Wacht even, doe even mijn raam dicht, anders blijft de deur klappen. Dus, vertel nog eens meer. Wat er is gebeurd? Ja. Nou ja, het was echt heel raar, want dus dat zei ze en ik had gewoon met Amy contact. En toen is er dus blijkbaar wat in die chat gebeurd. En toen kwam ik erin en toen was mijn mod weg, maar dat maakt niet uit. Maar toen vroeg ik van, waarom is mijn mod weg aan Amy? En toen reageerde ze niet meer en toen werden ze helemaal wild in die stream. En toen ging ze opeens live en had ze mij in de titel gezet op Insta. Oh, ja, ik heb dat niet gezien op Insta. Nee, maar dat was echt heel raar. Ja, ja! Jezus, hé, hey Bobby, jongen. Hallo, Sabina. Hallo. Daar is ze weer. Daar ben ik weer. Hé, hé. Nou, waar hadden jullie het over? Sabine is ook weer aan het daten. Nee. Ja. Oh, ook zo verbaasd. Nou, ik was zelf ook verbaasd, trouwens. Mooi jongen? Hij is wel aardig. Hij heeft als beroep... Heeft hij DJ en dan hij is ICT. Nou, dat is goed. Dat is ja, altijd. lekkere muziek draaien en alles. Ja, naar festivals gaan. Ik dacht aan wat anders, maar...
Wat dacht jij dan? Ah, geld? Nee, grapje hoor. Oh, nou, ja, geld is jij niet... bent Even, geld nee. is niet belangrijk, maar de liefde. Nee. Nou, precies. Geld ook, nou, geld oh, ook, nee. ook, maar hij heeft ook al een huis, dus... oh, wat is er nou? Wat heb je voor microfoon? Ja, hij is helemaal naar de tering. Maar hoe kan dit nog leven? Ja, ik heb nu gelijk een plakband. Nou, ik vind dat je nog een aardige maat hebt hoor. Kijk hoe... Ja, maar als je ziet hoe dit bijhangt en... Oh ja, die zit naast elkaar zeker, ja, of niet? Nee, ze stuurde een foto. Oh, oh, wat erg. Nee, maar ja, dat is dus aan de hand. Dus jij kwam in de stream en je wist van niks. En ik was nee. iemand af en dan gingen ze helemaal dramatisch doen. Ja, en toen opeens nee, ging ze live. Bobby heeft er niets mee te maken, nee, grapje. Nou, misschien dat ze boos is nee, op Bobby en dat ze nu dat ik daar ook onder moet lijden. Lekker dan? Ik denk nou, dat je dat hebt het hem is. Opgeslagen. Kijk dan, dat draadje. Dankjewel, maatje koffie. Op bol.com heb ik er eentje en die heb ik nu nog op. Die doet nog hartstikke prima. Ja, ik ga er ook weer nu aan. En ik heb een nieuwe toetsenbord gehad, want ik had de mijne is helemaal kapot. Geramd erop? Een pc'er. Ik heb een laptop, maar mijn toetsenbord van mijn laptop is helemaal kapot. Dus ik heb hem bij de Action gehaald voor 5 euro. Oh. Moet ik daar steken. Maar ja, dus ik denk dat het niet meer goed gaat komen nu. Zo te horen niet, maar misschien in de toekomst, weet maar nooit. Ja, maar ik vind het als ik zomaar word geblokkeerd en gehaat zonder enige reden, dan... Het doet ons pijn. Ja, dat doet me echt pijn. Heerlijk. Een boer met kiespijn heeft ook pijn. Ja. Dat is waar. Oké, even kijken. Maar voor de rest gaat het wel goed. Ja. Ja, en met jou? Ja, zeker. Op vakantie geweest. Heel. Lekker hoor. Voor het eerst vliegen zonder ouders, maar broer. Daar verstond ik helemaal niks van. Oh, ik ben voor het eerst weer vliegen samen met oh, broer. En spannend? Ja, landen is niet leuk. Ik vond opstijgen altijd eng. Oh, ik vind het juist grappig. Dan zit je helemaal in je stoel gedrukt. Alsof je in een Lambo zit of zo van Ferrari. Nee, ik vind dat dalen niet leuk. Nee, dat is ook wel eng. Maar was je net aan het facetimen met haar? Nee. Oh. Nee, ik was bezig met mijn huis opruimen, met mijn moeder samen. Oh. En mijn camera aan het schoonmaken. Maar je spreekt er ook bijna niet meer. Nee, ik heb het echt druk gehad, dus. Af en toe kijk ik wel even in de stream, maar dat zeg ik niet zoveel. Nee. Nou ja. Zijn jullie benieuwd naar het volgende seizoen? Wat zeg je? Zijn jullie benieuwd naar het volgende seizoen? Jawel, ja, ik ben wel benieuwd. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja wat moeten we nu doen? Ja, dat weet ik niet. Jij zegt kom joinen, nou dan kom ik wel even. Ja, je zei moet ik even komen. Ik denk ja, we hebben Sabine zo lang niet gezien. Maar ja. Het is wel, vroeger gamen we allemaal met elkaar en nu is het allemaal gezeik. Echt, hè? Dus ja, ik weet het niet meer. Het leven weet je soms ook niet meer. Oh, jezus. Het is echt Wat een... Wat valt er te lachen? Niks hoor. Okay. Ik vind het jammer. Ja. Heb jij nog wat te vertellen? Ik, hè? Ja. Nee. Dat je een nieuwe headset nodig moet hebben. Nee. Ja. Het is leeg, hoor. Nee, ik zit dat schuim. Ja, daar kan ik iemand ook echt in elkaar slaan.
Slotte er nog. Maar die is er ook vandoor. Iedereen is er vandoor. Ik ben er niet vandoor. Nee. Zullen we een triootje spelen dan? Of zijn jullie te boos om even mensen ja, mee ik te ben schoppen? Wel boos. Ik ben ook wel boos. Nou, dan denk ik gewoon dat iedereen Erika, Lucas maar... of Amy is. Nou, grappig. Ja, ik weet niet of we nog door... ik ga denk ik wel zo even eten ook. Oh, wat ga je eten? Ah, nee, een pastaatje. Oh, lekker. Ja. Vraag het er zelf. Wat heerlijk. Je moet harder praten. Hoe is het met Sparky? Tranen. Heel blij. Echt. Wie was dat? Dat is mijn vader. Onze vader. Ja. Nee, hij komt binnenkort op vakantie. Of hij gaat binnenkort op vakantie naar Zandvoort. Mm-hmm. Oh, dat laat in Zandvoort, in het circus. De boksbal. Ja, echt waar. Ja. Nee, tuurlijk niet. Hij heeft tranen, jongen. Ja, echt. Hij is aan het huilen. Net als ik, toen Erik hem had geblokt. Dat is waar. Oh, hey, hij zegt, hij hoeft die vogel niet meer. Nou. Meen je dat? Hoe gaat het met je konijn, Sabine? Ja, goed. In de vakantie heb ik haar wel echt gemist hoor, maar... Ja. Toen ik die verhalen hoorde, wat ze deed... Oh! Wat deed ze dan? Ze heeft wel... De buren van mijn oma, die paste op haar. Ja. En ze wist niet wie het waren, dus ze heeft ze allemaal gebeten. Oh! Dus ja, maar het maakt niet zoveel uit. Zeiden ze. Nou ja. Het kan gebeuren omdat het natuurlijk vreemden zijn en ze is ons gewend. Ja. En ze is wel echt een luiwijf hoor, dat zeg ik wel. Oh, de hele dag zit ze te slapen in de kooi en zo komt ze niet eruit. Gaat ze even strekken en dan gaat ze weer leggen. Nou, lekker rustig. Ja, dat wel. Af en toe pak ik erop en dan gaat ze mijn neus proberen te bijten. Oh. Ja, ze zijn ook maar dieren, hè? Ja. Nou ja, misschien moeten we even binnenkort gewoon een gamepje spelen. Ja, sowieso. En dan misschien is dan alles weer goed met Erika. Dat hoop ik. Ja, ik ook, maar ja. Zo, Bobby, loop je leeg? Ik lach als een knor. Hé, ik ben wel weer unblocked door Amy. Op unblocked. Insta. Ja. Nou. Ben je unblocked? Ja, door Amy. Oh, wat mooi. Nou ja. Ga eens kijken. Hé, ik ook? Nee. Echt waar? Nu net live gebeurd? Nou. Wat gebeurt er allemaal? Niemand weet het. Ik heb gestuurd, hallo Amy, hoe gaat het met je? Nou ja. Heb je ook al gegeten, Bobby, of niet? Nee. Wat eten jullie later? Ja. Ja. Ja! Ze is aan het typen. Nee, echt niet? Ja. Maar ze luisteren gewoon mee, volgens mij. En dan doen we helemaal zo. Ze zegt, het gaat goed hoor, met jou ook. Nou, ik heb wat gestuurd naar haar. Wat heb je gestuurd? Amy, kijk maar even.
Oh. Sabine is er en de sfeer gaat helemaal weer omslaan. Nou, is goed toch? Positief of niet? Ja. Je hebt nog wel 4 kijkers. Ja. Wij laten ze weer op blauw. Nou ja. Maar nu gaat het juist. Ja, ik moet naar de wc ook. Nou, ik ga wel weer zitten. Van de spanning. Ja, echt. Nou, oei, oei, oei. Nou, ik krijg niks meer binnen. Er zit ook lijn over. Nee. Weet jullie wel zeker dat dat in hier is? Misschien is het een neppe. Nee, het is echt. Waarom zouden ze na 10 minuten of een half uur jullie inblokken of zo? Ja, dat weet dat ik waar. Niet. Dat ze is toch gisteren, raar? Ze hebben me gisteren geblokt en ik ging net even kijken. Zie ik het opeens. Ja, maar is het wel hetzelfde account? Ja, ja. Ik vind het wel apart. Zegt al, ik zei hallo Amy, hoe gaat het met je? Zegt ze, het gaat goed hoor, met jou ook alles goed. Ja, maar dat gebeurt steeds hoor. Ik snap het ik gewoon. Ik heb zo'n raar gevoel hierbij. Ja, misschien is het het is wel echt Amy, maar... Het kan ook wel een neppe zijn. Ja, dit is wel de echte Amy, hoor. Of Daniel zit erop. Ik vind dit seizoen wel echt matig hoor. Ja, deze is echt heel matig. Echt. Het is leuk dat ze weer gratis dingen erin hebben toegevoegd, maar ja, ik vind de skins niet leuk. Maar het is een beetje allemaal hetzelfde. Elk seizoen verandert niet zoveel. Volgend seizoen schijnt beter te zijn. Dat er een paar stukken van de oude map terugkomen. Echt? Heb ik vernomen van iemand. Ja, echt die eerste, echt het begin, dat was het leukst. Oh, dat weet ik niet. Ik ben niet ja, zo dat was echt leuk. Ik krijg geen reactie meer. Je begon in chapter 2, seizoen 2 volgens mij of 3. Oh ja. Ja, ik ben er weer. Daar is ze weer. Oh, was je weg dan? Ik was even weg. Heb jij nog reactie gehad? Bobby, rustig aan. Ik vind het raar dat we weer van de blok af zijn gehaald. Ja, en dan gaat ze niks terugzeggen. Nee. Volgens mij is dit niet er echt hoor. Jawel, jawel. Het is haar account dan? Ja, amy.rabajai41. Ik zal even opzoeken. Er wordt er al getypt. Nee. Jawel eens. Momenteel, nu. Heeft ze 295 berichten? Dat zou wel, ja. Ja. Ja, dan is het wel de echte, Amy. Apart. Is ze nog aan het typen? Ze is wel online op Insta. Ja.
Maar was dat wel de echte Erika in jullie stream eigenlijk? Denk het niet. Want ik zit op haar Instagram te kijken. Van de Kattenbennen vlogs. En ze heeft een nieuwe logo. Oh. Met een poesje en Kattenbennen vlogs. Oh, dan was het misschien wel. Wolken. Kijk maar op de Insta. Of ze die daar ook geblokkeerd op. Ja. Ze reageert niet meer, Amy. Ik heb gezegd, ik ben verdrietig. Allemaal huilpoppetjes. Ik krijg niks meer terug. Oh, bij mij typen ze wel de hele tijd. Dus volgens mij was dit wel echt de Erika in jullie stream. Ik weet het niet. Lucas volgt me opeens. Nee, hij hoeft nooit meer. Hebben ze ruzie met Erika gehad of zo? Wat is dit? Ik ga hem berichten. Wat gebeurt er? Dit is echt GTS T2.0. En hoe? Ze gaat typen en haalt ze het weg en dan gaat ze weer typen. Alsof is het een van bezeten of zo? Ja, nou dat zou je bijna denken. Hoe kan dat nou? Is er net wat gebeurd bij hun thuis? Dat ze ruzie hebben gehad of zo? Daar lijkt het op, dat ze opeens ruzie met elkaar hebben gehad. Ik denk het niet zo snel, maar het kan wel. Lucas zegt, je hebt niks verkeerds gedaan. Hé, hey, oh! Wat? Wat is er aan de hand? Dat het allemaal niet klopt. Er is iets niet pluis. Zal ik even hier een appje sturen of zo? Ja, misschien... Oh, ze is aan het typen. Oh, dan kijkt ze misschien mee. Ze zegt, ik geef ze nog een kans. Ik zeg echt met een vraagteken, zei ze ja. Nee, maar dit, ik hoef geen kans te krijgen, want ik heb niks gedaan. Dus ik ga geen excuses aanbieden of wat dan ook. Sunshine, wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd, maar ik denk dat het nep is. Ik vertrouw dit niet. Nee, tuurlijk niet. Kan niet zo snel switchen. Ook, maar ze moet dit soort dingen niet meer doen. Ik heb niks gedaan. Ik heb ook niks gedaan. Nou, Bobby, van jou geloof ik het echt. Wat zou ik hebben gedaan dan? Dat weet ik niet, maar als Erika echt zo is, dan heb jij waarschijnlijk iets uitgevoerd. Hij zegt, ja, we wisten het ook niet meer wat we moesten doen. Maar willen ze gewoon dat we weer in hun lijf komen of zo? Dat het dan weer gezelliger wordt? Want dat is, als dat de reden is... Krijg nooit ook een sorry, hè? Nooit. Nu? Nee, maar dit is nep. Trappen alsjeblieft. Nee, ik vind het nep. Want Erika bericht mij toch ook niet? Het is gewoon nep. Nee. Het is allemaal nep, dit. De wereld is ook nep. Daarom. Dan moeten ze meekijken nu. Zo, ik hoor een vogel. Hey, Spooky. Spooky. Dit is zo nep. Het kan niet zo snel. Kan niet. Ik weet het al. Of het komt door mij. Ik weet het al. Ze zag dat jullie mij vroegen en toen dachten we, oh, wat is dit? Ja. Dat is het. Ze zijn gewoon... Dit... Ja. Of ze zijn jaloers. Dit is het. Nee. Nee, dat is de enige reden. Hoe krijg je koorts weg? IJs eten? Iets kouds, weet ik veel. Van een brug afspringen. Nee, zo kan je niet zijn. Slapen, dat helpt bij mij als ik ziek ben. Slapen, dat helpt. Die zijn toch nog een aardig hoog level geworden. Ja.
Zullen we level 200 ook proberen te krijgen? Nou, hoeveel hebben we nog? 2 dagen? Dit gaan we echt niet meer redden. Nee. 3 dagen, ja. Dat is kut. Oké, maar dan moeten zij ook live. En dan wil ik een excuus. Zijn jullie er nog? Ja, Ja, ik zit even met Jesse te hebben. Spookje zo gelijk van de brug afspringen, boeien. Ah, oh, nee. Dat zegt hij. Oh, ik dacht dat jij die opmerking maakte. Oh, ja, Spooky vraagt het in die chat. Jongen, hoe krijg je koorts weg? Ja, tuurlijk. Maar heerst er wat of zo? Iedereen is ziek of ja, iets. Ik had alleen een beetje last van de pollen, maar dat, nou, dat ik was had ook het. Keelpijn, hoofdpijn, alles. Nou, corona hoor ik niks meer over, dus nou, dat juist is wel voorbij. Nu weer, hoor. Nou, ja, ik niet. Nieuwe variant, volgens mij. Ja, er komt nu weer een nieuwe variant. Ik heb mensen ook al gezien die corona hebben. En vandaag zag ik weer mensen met handschoenen, mondmaskers, alles. Ik hoop niet dat de mondmaskers weer terugkomen, hoor. Ik zweer het. Ik verbrand ze allemaal. Dat wil ik zien. Dat deed niet de mensen, maar de mondkapjes. Ja, nou, dat wil ik zien. Oh, prima. Ik heb hier een aansteker liggen, dus... Ik ben nou blij dat ik van het eiland af was waar ik op vakantie was, want het was een hele bosbrand. Echt? Ja, ik ben op Tenerife geweest. Oh. Dat kan vroeger ook altijd, vakantie. Ik en mijn broer hebben, nou mijn broer heeft tenminste 1000 kilometer gereden, hebben het hele eiland gezien. In de week tijd, hè? Nou, dat is. Ben je niet voor niks gegaan, in ieder geval? Nee, het was echt zo mooi. Ik moet trouwens die foto's nog plaatsen op Insta. Och, jongens. Wat dun, hè? Ja, wat willen jullie doen eigenlijk? Eten. Ja, dat is een goede vraag. Eten. Ja, ik denk dat ik er zo van doorga. Ja. Is je wifi nog steeds zo slecht? Die van mij? Ja. Ja, ik weet niet, hij tieft er steeds even uit en dan is hij er weer. Moeten jullie dan niet, dat hebben wij ook gehad. Welke netwerk zitten jullie? Ziggo. Ziggo, ja, we hebben KPN. Daar hebben we ook vaak stroos mee. Dan moet je gewoon eventjes de modem even uitzetten. Ja, en daar weer aan, toch? Even resetten. Ja, en anders, en als je iets aan een andere klus hebt, dan moet je even gaan bellen. Ja. Dan is er waarschijnlijk iets met hun netwerk aan de hand. Ja, maar ja, misschien is het gewoon even storing of iets. Want wij hadden ook totaal helemaal geen stroom meer ook. En toen gingen we ook bellen. En toen was er ook al iets mis met de stroomvoorziening en zo. Dus ik denk dat het met Ziggo aan de hand is. Ja, kan wel. Nou ja, ik denk dat ik er vandoor ga. Ja, dat is goed. En dan spreek ik jullie later. En dan gaan we volgende keer wel gamen. Ja, dat is goed. Ik zit nog steeds bij jullie in de groep in Insta. Oh ja, is goed. Dan spreek ik u later. Drink water. Werkt die goed?